Veel mensen, man. Ze gaan mij gek maken. A16, weet je wat A16 is? Ze praten gewoon over een weg. Ja, dan vraag ik jou toch A16. A16. Oei, moet je A16 wegzetten? Ja, je weet wat wij doen daar. Je weet wat runnen is, toch? Of niet? Weet je? Je weet toch? Je pakt op snelweg pak je klanten. Begrijp je? Want sommige dingen kan je niet op internet doen. Wij Marokkanen, we zijn gespecialiseerd in die dingen. Daarom zijn de meeste coffeeshops van Marokkanen niet van Surinamers of Turken. Wij zitten in de game. Wij verkopen alles wat soft en hard is. Vooral hard, dat vinden we leuk. Luister, nee. Dus in die A16, daar dat is de weg van België. Als je naar België gaat, dan pak je de A16. Snap je? Voor de mensen die niet weten wat Aschib is. Oh ja, ook, ik zei, ik kwam een keer kwam Boef tegen een keer. Ik zeg, doe je Aschib met die auto? In 2015 of 16, ik zag hem met een nieuwe Audi. Ik zeg, doe je Aschib? Ik was idioot. Ik wist niet, hij krijgt 10.000 euro voor... toch, hij is OG, je weet toch? Ik zeg, doe je Aschib? Ik wist niet, hij komt met Alkmaar. Ik zeg, doe je Aschib met die auto? Hij kijkt mij aan in 10 seconden bij Maasboulevard. Hij zegt gewoon ja. Later wist ik, man weet niet eens wat Aschib is. Ah, luister, nee. Dus dat is die weg, die snelweg. Dat was mijn territorium. Ja. Die A16 gaat de weg naar... Daar komen al die klanten vandaan. Van Frankrijk, van België. Weet toch? Woe, woe. En vandaar kan je vissen. Moet je kijken naar die kentekens. Dat is net als vissen. Weet toch? Hendeltje. Wat dan? Ja. En dan moet je gewoon naast hun raam gaan. En dan moet je aansteker aanmaken. Dat betekent folie. Als je aansteker gewoon met je neusje zo doet. Met je vinger in. Je weet toch? Als die adres zoekt, zegt hij gewoon ja, ga maar voorop. En dan breng je hem gewoon lekker naar huis, naar Rotterdam, rij je auto, volgt hij jou. Maar meestal parkeer je hem gewoon bij de eerste beste afslag, ga je eruit. Parkeer je zijn auto, komt hij bij jou instappen. Want dan hoeft hij jou niet meer te volgen. Want hoe langer hij jou moet volgen, politie kan verpesten. Je weet toch? Plus andere Marokkanen kennen ook verpesteren, andere runners. Is net als hyena's. Heb jij eindelijk een klant bij, komen twee, drie andere vieze rikken, komen ze die klant van jou, willen ze afpakken. Maar luister, één keertje, ik had je 3 maanden geen klanten gezien. Hè. Ik was scared, blut. Ik zat op de snelweg. Ik had gewoon medelijden met mezelf. Hè. Ik zat bij Laag Zwaluwe. Ik weet niet of je weet, tussen Breda en Dordrecht is Laag Zwaluwe. Esso, benzinepomp. Ik had gewoon medelijden met mezelf. Je weet, ik zag mezelf in slow motion. Ik moest gewoon huilen. Ik had je 3 maanden geen weegschaal gezien. Luister deze, wat er gebeurt. Ik draai die laatste joint in de auto. Ik en een mattie. Bedraaien die laatste dingen. Het is gewoon desert. Niemand. Alleen de kou en wij. Niemand op de weg. We draaien eentje. Een dikke toeter draaide ik. Komt ineens een auto. Maar ik praat vloeibaar Frans, hè. Ik praat goed Frans, hè. Dus dat was mijn handicap. Daarom heb ik nooit balletjes hoeven te verkopen. Maar luister deze. Woep, een auto. Ik zie een auto. Komt uit de verte. Maar ik denk, je weet toch, als je een auto ziet, die benzinepomp ingaat van ver, zie je alleen die lichten, snap je? Klopt. Dus je kan niet weten, dan scheid je soms in je broek. Denk je politie of zo. Maar hoe dichter bij die lichten kwamen, ik zag ineens een Franse auto. Hij komt naast mij. 69 Lyon. Hij komt naast mij, hè. Hij komt naast mij. Woep. Wat doet hij? Hij maakt zijn raam open. Hij zegt tegen mij in het Frans, ouais, donne-moi le pneu secours, vite. Weet je wat dat betekent? Donne-moi le pneu secours, vite. No. Oh, vite. Geef me de reserve. Ouais. Donne-moi le pneu secours, vite. Dat betekent, geef me je reserveband snel. Hij dacht dat ik daar zijn afspraak was. Hij dacht dat ik met wie hij afgesproken had. Dus ik zeg tegen hem, ja, tuurlijk. Hij gooit naar mij een buiktas met 35.000 euro. Hij gooit naar mij een buiktas en ik geef hem mijn reservewiel. Heel snel. Ik had die reservewiel... En was auto van die vriend van mij. Hè. Maar luister, ik geef hem die reservewiel en hij gaat weg. Midden in de nacht. Ja. Kijk, ik wil niet zeggen, ik heb 35 doezel van Allah gekregen. Want je kan niet God mengen met slechte dingen. Nee. Maar die nacht, iemand keek naar mij. Je weet toch, van boven. Iemand keek naar mij. Je weet, ben ik gelijk weggereden. Ja, ja. Heb ik eerste afslag gepakt. Gelijk eerste afslag. Hè. Zijn we bij een flat gebleven. Misschien 4-5 uurtjes. Soms heb je geluk. En soms heb je ongeluk. Maar soms is het gewoon geluk. Ik heb jou nou één A16 verhaal. Gewoon een gratis verhaal gezegd van 35 doezel. Als je op straat bent, je hebt veel verhaaltjes. Snap je? Oei, mensen, jullie hebben gehoord A16 verhaal.